We zijn hier op de Heggerankweg in Amsterdam-Noord. Vorige week was er een item op AT5, waarin een SP-lid zei dat hij niet wist op welke partij hij moest gaan stemmen op 15 maart. De SP of de PVV? Hallo. Hallo. We zijn van AT5. Ja. Wij komen langs om te vragen wat u gaat stemmen. Wat ik ga stemmen? Wilders. Wat hoopt u dat hij echt gaat doen voor u? Als nou, hij, in ieder geval dat de naam zo blijft en niet volgend jaar weer minder en minder en minder. Dat laten we natuurlijk niet over onze kant gaan. Daar gaan we op af. Ik heb nu een afspraak met Jan en ga naar hem toe. We zitten hier bij Jan thuis. Hey, Jan, jij vertelde mij nu dat jij nog wel eens knock-out gaat als je op straat loopt. Ja. Maar dat je ook zegt, bel maar niet de ambulance. Dan zeg ik, nee, doe dat maar niet, want daar is dus de ziekenfondsen. Nou, toen anderhalf jaar aan mij ze trekken, omdat ik 400 moest betalen. Ja. Maar jij moest het betalen. Ze hebben het in ieder geval getracht om mij te verhalen, ja, getracht. Ja. Op AT5 zei van, nou, misschien ga ik op Wilders stemmen. We hebben het er even over gehad, ook over wie er nou verantwoordelijk is voor het eigen risico in de zorg. Ik geloof je. Ja. Dus op 15 maart gaat het toch weer gewoon naar de SP? Absoluut. De meeste mensen hebben maar een klein duwtje in de rug nodig om toch op de SP te gaan stemmen. En dat zullen we blijven geven. Tot 15 maart. Huis aan huis, deur aan deur.